Ja, goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. In de VS sloten de beurzen vrijdag lager, waarbij vooral de Nasdaq met 1,7% stevig terrein verloor. De macrocijfers blijven echter sterk en men gaat dan ook uit van een rentestap door de Federal Reserve Bank bij de meeting van volgende week. Deze week komt de ECB met de notulen. En over het weekend heen schoot de prijs van WTI olie nog verder omhoog tot $126. Een plus van ruim 30% sinds het uitbreken van de oorlog en ook goud trekt fors aan. In China gaat men uit van een economische groei van 5,5% en dat is het laagste groeicijfer sinds 30 jaar. Ondertussen blijft de export verder aantrekken. Door de inval van Rusland in de Oekraïne en de daaropvolgende sancties zullen China en Rusland wel meer tot elkaar komen voor handel van grondstoffen en energie. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een fors lagere opening. Ook de westerse wereld begint nu zelf de pijn te voelen van de diverse boycottmaatregelen. En ondanks diverse gesprekken met onder andere de presidenten Macron en Erdogan en de Israëlische premier Bennett, lijkt Vladimir Poetin niet af te wijken van zijn plannen voor een nieuw groot Rusland. In Duitsland lopen de fabrieksorders met 1,8% harder op dan de 0,6% op maandbasis die verwacht werd. Op jaarbasis namen de orders met 7,3% toe. En Vopak stapt uit een samenwerkingsverband om een LNG-terminal te bouwen in het Duitse Brunsbüttel. De belangen van onder andere de Duitse overheid was te verschillend ten opzichte die van Vopak en partner Oil Tanking. Op de agenda vandaag alleen nabeurs nog consumentenkrediet uit de VS. Bij de analisten zet UBS Just Eat Takeaway op kopen koersdoel 74. UBS zet Unilever op verkopen, koersdoel 41,5. UBS zet Nestlé op kopen, koersdoel 140 Zwitserse franken. En UBS zet Danone op verkopen met een koersdoel van €45. En Jefferies tenslotte vlaagt het advies op Vopak naar houden en een koersdoel van €35. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.